Op de Albertlaan in Nienhoven, ter hoogte van het ijssalon Martinique, is donderdagavond omstreeks 23 uur een spectaculair ongeval gebeurd, waar in totaal 6 voertuigen zijn bij betrokken, waaronder 4 geparkeerde voertuigen. Een blauwe BMW wou met een hoge snelheid zijn voorligger voorbij gaan, die door een manoeuvre vervolgens op zijn zijde terechtkwam en 2 geparkeerde voertuigen meenam. De BMW zette zijn toch nog een 30-tal meter verder, waar hij op zijn beurt 2 geparkeerde voertuigen aanreed, waaronder een Mercedes en een Renault die klaar is voor de schroothoop. Uiteindelijk kwam de jongeman alles bij wonder met zijn voertuig tot stilstand net voor een benzinepomp. Alles bij wonder vielen bij het ongeval 2 lichtgewonden. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.